Het ministerie van Volksgezondheid heeft oktober 2023 uitgeroepen tot Mental Health Month. Het ministerie doet dit omdat in de afgelopen periode mentale gezondheid een groeiend probleem is geworden. De cijfers vanuit het BOG omtrent het aantal suïcidegevallen tussen 2020 en 2022 ligt momenteel op 284. Het ministerie vindt het belangrijk dat de signalen van suïcide en andere mentale problemen herkend kunnen worden. Organisaties en instellingen worden aangemoedigd om in deze periode meer aandacht te schenken aan bewustwording en empathie op het gebied van mental health. De minister van LVV heeft afgelopen vrijdag samen met DC Shirin Bansi Durga een bezoek gebracht aan de Uitkijkpolder in Saramaka. Tijdens het bezoek heeft de delegatie zich georiënteerd bij de werkzaamheden met betrekking tot het bezanden van de wegen in de polder. Als dit is afgerond, zal er 25 kilometer aan wegen zijn aangepakt in de polder. Ten tweede heeft de minister zich laten informeren door de landbouwers over het tekort aan bevloeingswater in de polder vanwege de grote droogte waarmee de landbouwgebieden worden geteisterd. Vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs hebben op 11 september een informatiesessie gehouden over de schoolcampus Para voor bewoners van het district. De schoolcampus Para bestaat uit 13 faciliteiten en 22 gebouwen, waaronder schoollokalen, praktijklokalen en sportfaciliteiten. De scholengemeenschap zal vanaf oktober 2023 open zijn en onderwijs bieden op HAVO en VWO-niveau. Daarnaast zal de campus ook woonvoorzieningen bieden voor 240 studenten in 10 studentenflats op de campus. De opening hiervan is gepland voor de tweede helft van 2024.